Hallo allemaal en een hele fijne. Hallo allemaal. Ja, nog even over die corona-covid-bullshit-podcast-hoax. Volgens bepaalde theorieën, die in 2019 nog conspiracy theories werden genoemd, maar anno 2020 gewoon hardcore realiteit blijken te zijn. Zit er in de pijpleiding, staat er in het draaiboek om ergens in februari, maart, wanneer blijkt dat 80 à 90% van de mensen gaat zeggen: ik begrijp het even niet, maar dat vaccin van jou kan je echt heel, heel erg diep in de kut van je oma stoppen. Kanker mogol. Februari, maart. Gaat er een nieuw virus op ons worden losgelaten. Een virus wat 30% heftiger gaat zijn als deze. En waar dan de mensen die het zojuist over jullie oma hadden, de schuld gaan krijgen. Om zo de druk nog groter te maken om het vaccin te nemen. Ja, ik weet het verder niet, maar dat is volgens bepaalde aluminiumhoedjes de planning. Hoe het ook mogen zijn, de enige manier om hier uit te komen is om je focus te weerleggen. Lees geen krantjes meer. Kijk geen televisie. Focus je op de wereld waarin jij wil leven en leef die shit. En zeg tegen de mensen die het zo goed met je voor hebben: ik begrijp het even niet, maar je kan dat vaccin echt heel erg diep in de kut van je oma stop. Kankermogol.